Goed gedaan. Goed gedaan. Frank? Ja? Goedemorgen. Goedemorgen. Anna. Alles oké? Okay? Dank je wel. Perfect. We zijn bezig nu. De voetbalschool een beetje aan het bekijken. De talent er te proberen van tussen te halen. Aan wat kon je zien dat Vatis iets meer had dan de anderen? Wel, eigenlijk, die periode, dat werd er 5 tegen 5, 6 tegen 6 gespeeld. Als je hem eigenlijk in je ploeg had, werd hij eigenlijk gewonnen. Hij stak gans het veld over met die bal, dribbelde er 3-4, stampte een bal binnen. Op dat moment was dat het beste duivertje die er in België rondliep, in feite. Het beste duivertje. Ja. Wat viel je nog op bij Vatis als persoon, als jongetje? Wel, ik moet zeggen, ik ken ook een beetje zijn familie. Op 1 november was het trein of wet, ik weet niet goed, en hij kon niet. En ik zei, hoe komt dat? Ah, hij moest dan op het kerkhof chrysanthemen gaan zetten. Dus hij moest met Schupke om wat centjes te verdienen. Hè. Dat zijn mensen die wel moeten vechten hebben. Arlette, de mama van Vatis, woont nog altijd in de Gentse volkswijk waar Vatis is opgegroeid. Middag. Alles oké? Ja. Wat is hij aan het doen? Een bloemkool aan het maken voor Vatis. Voor Vatis? Ja, hij mag dat graag. Ja? Ja. Komt hij eens dan? Ja, straks komt hij eten. Arlette heeft naast Vatis nog 5 andere kinderen. Wat doet dat zo geer bij zijn maatje komt eten, joh. Vatis, komt hij dikwijls langs? Ja, toch 1 of 2 keer in de week. Zo. 1 of 2 keer? Ja. Dat is vrij veel, hè? Ja. Heeft hem daar tijd voor? Als hij koud is, dan hij in het buitenland zit. Maar ja. Ah, natuurlijk. Hij heeft een tijd in Hamburg gezeten. Dat was niet te doen voor mij. Ja. Ik miste hem. Ja, dat is waar. Maar ja, hij was ook nog zo jong toen. Goed, ik zat er echt mee in toen met hem. En nu terug naar een Duitse trainer. Ja, ho. Dat wel een strenge is. Strenge, hè? Ja, ik denk het. Maar discipline moet Vatis niet leren van een Duitser. Hij heeft gewoon altijd zin om te voetballen. Ja, dat was van kleins af al. Op dat plein zie je hem dan altijd spelen. Altijd. Als je hem niet vond. Oftewel was hij gewoon feesten. Oftewel zat hij op dat plein. Hij was aan het voetballen. Moest hem nu ook niet verder zoeken. Ze vliegen hem nog allemaal op dat pleintje. Hè. En feitelijk al vanaf 6 jaar. 6, 7 jaar, dat was als je vriegt aan hem. Wat moet hij voor een verjaardag? Dat was een bal. Een bal. Geen man een kelder lag vol met ballen. Echt hoor. De kleine vrienden van toen zijn intussen grote vrienden geworden. En ik heb met hen afgesproken op het buurtpleintje. Hey, gast, is wat? Goed. Vertel me beter eens, wat is? Ik heb hem leren kennen eigenlijk hier in het park. Eigenlijk. Dus je woont hier aan het Rabot, hier niet ver van. En ook aan hier vaak voetballen in het park, onderling de zondag. Het is iemand een heel, heel leuk persoon, iemand heel open, iemand die altijd bereid is om andere mensen te helpen. Maar hij is ook iemand die ja, zoals like bij het voetbal bijvoorbeeld, we zijn wel mijn vrienden. Als we tegen elkaar zo spelen, dan ja, komt hij heel moeilijk tegen zijn verlies. Als iemand met een heel winnaarsmentaliteit en echt altijd wil winnen. Dus waardoor dat hij dan niet meer sprak even voor een uurtje of voor 2 uurtjes. En dan ging hij gewoon even weg en na 2 uurtjes kwam dat dan terug in orde. Omschrijf eens jullie band. We zien elkaar niet als vrienden. Maar meer als broers. Dat zit een beetje in de Afrikaanse cultuur. Als je een bepaald niveau van vriendschap bereikt, komt er meer bij kijken. Niet enkel de positieve kanten, maar we betrekken elkaar echt bij de negatieve kanten. Familieproblemen, proberen we elkaar zoveel mogelijk te steunen. Die steun van zijn beste vrienden is op dat moment net hard nodig. Want enkele dagen ervoor is Gladys, de stiefmama van Vatis, overleden. En de stiefzusjes van Vatis zijn net voor het eerst terug naar school gegaan. Hoe was dat school vandaag? Goed. Oh, heb jij je vrouw veel vertellen van mama? Ja. Wat vraagt je vrouw? Je vrouw vroeg van, en hoe gaat het? Hebben jullie soms een beetje gemeen? Maar nee, wij zijn blij dat mama is in de e-mail. Hè? Ja. Dat iedereen moet braaf zijn en altijd correct zijn. Hè? Ja. En als je stout bent en je doet, waar ga je naartoe? Naar het leven. Voilà. En als je braaf bent en je bent doet, waar ga je naartoe? Naar Jezus. En voilà. Toen is mama bij Jezus nu, hè? Ja. Voilà. Vatis heeft samen met zijn stiefmama Gladys gestreden tegen een ongeneeslijke ziekte. Hij steunde haar hoe hij maar kon, zelfs op het terrein. We will fight this together. We will fight this together. Zij was heel blij met het traantje en zei, oh Vatis, ik dank u.
God zag je. En toen Vadis, de volgende dag, Vadis was daar en die had Vadis zijn hand zo en zei, oh Vadis, ik was blij, dank u, dank u. En ik ga het beloven, ik ga zeker genezen. Maar ja, ze wil genezen, maar ja. Alles wat Gladys wil voor Vadis ook is een tof voetballer te zijn. Een van de beste. Zo hopen we alle twee. Dus ik denk, hoe meer beter dat Vadis doet op de veld, hoe blij dat Gladys gaat zijn waar zij is nu. Ja. Dus mocht hij de gouden schoen winnen? Ja, hopelijk wel. Vadis Odjidja, een immens moeilijke periode achter de rug, maar als voetballer rechtgebleven Vadis zou dan ook een schitterende laureaat zijn voor de gouden schoen.